Dit is het Weerjournaal van dinsdag 21 oktober met vandaag. Veel animo voor marktrecht en relatie weer-China. Op de dag dat er een Facebookpagina en een petitie is gestart om aandacht te vragen voor de gevaarlijke situatie op de Sint-Jozeflaan, gebeurde er vanmiddag weer een ongeval. Terwijl het actiecomité in de straat handtekeningen aan het verzamelen was, was het weer raak op de Sint-Jozeflaan. Op de kruising bij de basisschool Markeend waren twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De felblauwe auto kwam volgens omstanders met hoge snelheid over de Sint-Jozeflaan. De andere auto wilde de Sint-Jozeflaan oversteken en zag hierbij de naderende auto over het hoofd. Het was een flinke botsing, want de felblauwe auto schampte ook nog eens twee geparkeerde auto's. Er werd een ambulance opgeroepen omdat de bijrijder klaagde over nekpijn. Hij is voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder en bestuurster van de andere auto kwamen met de schrik vrij. Voor het actiecomité en omwonenden was het ook schrikken, al was de gevaarlijke situatie al lang bekend. Ter plaatse werden dan ook gretig de handtekeningen gezet. Nou, wat een schrikkeling, echt waar. Ik woon hier al bijna 50 jaar, maar de laatste jaren is het niet meer normaal. De actie Stop Sint-Jozeflaan is geen racebaan is opgezet door ouders van basisschool Markeend en buurtbewoners. Ze worden daarin ondersteund door de SP. Op de kruising Sint-Jozeflaan Victor de Stuurstraat hebben al verschillende ongevallen plaatsgevonden. Deze kruising ligt voor de deur van Brede School Markeend. Door de geparkeerde auto's is er slecht overzicht. Er wordt veel te hard gereden. Ouders en buurtbewoners zijn het zat en willen dat de gemeente ingrijpt en de verkeerssituatie veiliger maakt. Onder het motto Stop Sint-Jozeflaan is geen racebaan voeren ze actie. Ze zijn gestart met een handtekeningenactie en deze is inmiddels al massaal getekend. Ze worden daarin ondersteund door de SP. Gisteravond gingen partijleden huis aan huis langs de deuren in de wijk Keent om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid bij de school. Ze willen ook een oplossing voor het te hard rijden op de Sint-Jozeflaan. Volgens de SP heeft de politiek indertijd de schoollocatie doorgedrukt tegen de wens van de SP en buurtbewoners in. De politiek moet nu ook met een oplossing komen voor ouders en kinderen, aldus Henny Belien van de SP. En de SP gaat de komende weken nog één of twee keer met de handtekeningenlijsten de buurt in. U kunt de petitie ook online tekenen. Ter afsluiting van het jubileumjaar Weert 600 jaar stad wordt op 28 december in de binnenstad een open podium en marktverkoop gehouden voor elke Weertenaar. Een week geleden is de inschrijving gestart en de teller staat inmiddels op 65 deelnemers. Het zal een echte handelsdag gaan worden, zondag 28 december. Veel spullen zullen van eigenaar wisselen. De koopwaar varieert van oude spullen die nog op zolder lagen, tot huisgemaakte zeepjes, hartige taarten, kunst en zelfgemaakte kleding. Tot nu toe hebben 6 mensen zich aangemeld voor de kofferbakverkoop op het plein van het Sint-Rafaëlpad. En bijna 60 mensen hebben een aanvraag gedaan voor een marktkraam. De marktverkoop belooft een echt familiegebeuren te worden. Veel ouders hebben zich met hun kinderen aangemeld en grootouders met hun kleinkinderen. Maar er is meer te doen in de binnenstad op zondag 28 december. Er komt een boksring waar demonstraties boksen en sumo-worstelen worden gegeven. En op een ander plein geeft iemand drumlessen. Er zijn dansuitvoeringen en op weer een ander plein kunt u meedoen aan een workshop lach-yoga. En ook de optredens op het open podium zijn divers. Muziek, dans en stand-up comedy hebben zich aangemeld. Er is nog voldoende plaats, maar vooraf opgeven is wel gewenst. En dat kan tot maandag 8 december via www.weert600jaarstad.nl. Al sinds 2009 reist een Weerter-delegatie met enige regelmaat naar China om deuren te openen voor het Weerter-bedrijfsleven om in China te gaan ondernemen. Burgemeester Heijmans en wethouder Van Eersel zijn zeer positief over het laatste bezoek. Toch ziet niet iedereen het nut van deze reizen. Al enkele dagen is het gemeentebestuur van Weert terug van de handelsreis naar China.
Volgens wethouder Van Eersel was het een intensieve reis die vanaf het eerste moment volgepland was en waarin de stad Weert als groenste regio van de wereld goed is gepromoot. Op mijn eerste vraag naar het doel van deze zoveelste China-reis zei hij het volgende. Nou, het doel van de reis wil ik eigenlijk even teruggaan op het verhaal dat we, wat we hebben van hoe zijn we nou gekomen tot zo'n zusterrelatie? Waarom willen we dat eigenlijk? En waarom duurt het eigenlijk zo lang? Hè? Want dat hoor ik heel vaak. Kijk, we zijn in 2009 begonnen met die verzustering eigenlijk. En ik zie dat eigenlijk meer als een relatie, zoals een man en een vrouw of twee vrienden of zo. Dus in 2009 ben je de eerste keer met elkaar in aanraking gekomen. Je gaat een aantal keer met elkaar in gesprek. Je gaat een keer over cultuur of andere dingen praten. En dat loopt zo een tijdje door, omdat je met twee verschillende culturen te maken hebt. Een Chinese cultuur en een Nederlandse cultuur. Zo zijn wij tot vandaag, ik geloof, 6 keer daar geweest in China. Ze zijn een aantal keren hier geweest. En die relatie, dat vertrouwen begint nu te komen. Dat duurt inderdaad vier, vijf jaar. En die relatie die is vorig jaar eigenlijk bekrachtigd met een verkering of een verloving, zoals je noemt, met een zuster overeenkomst. Maar nu is het wel zover, in 2014, dat je dus 5 jaar met elkaar bezig bent. En dat vind ik zelf ook, zeker ook als wethouder economie, dat er, om het mooi woord te zeggen, gaar op de klos moet komen, dat je uiteindelijk ook resultaten moet gaan boeken. En dat hebben we nu met deze handelsmissie wel bereikt. We hebben nu dus die zusterovereenkomst vorig jaar gesloten. We zijn nu echt met een economische relatie bezig met elkaar aan het opbouwen. En die zusterovereenkomst geldt voor 5 jaar. En over 5 jaar moet er ook echt resultaat zijn. Is dat niet zo, dan geldt ook voor Yuhang, maar geldt ook voor Weert. Dan moet je ook tegen elkaar durven te zeggen van jongens, we hebben het geprobeerd, maar na 10 jaar moeten we afscheid van elkaar nemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het niet zo is. Want als je ziet wat daar voor mogelijkheden en kansen liggen, zie ik zeker dat die relatie wel langer gaat duren. Het is nu dus vaste verkering geworden. En een relatie onderhouden kost tijd en geld. Geld wat Weert op dit moment eigenlijk niet heeft, want de begroting laat een groot financieel gat zien. Logisch dat de burger kritiek heeft op de reizen naar China, want die heeft tot nu toe concreet nog geen resultaten gezien van de handelsmissies. Wethouder Van Eersel begrijpt deze kritiek wel. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het huishoudboekje is enerzijds niet op orde, anderzijds denk ik dat hetgene wat we doen zijn is juist om meer dynamiek in weer te krijgen. Ik vergelijk het altijd ook zo'n reis met China of zo'n relaties is, met bijvoorbeeld een spreuk van Einstein. Hè? If you always do what you always did, you always get what you always got. Hè? Dus als je altijd hetzelfde doet, zul je ook altijd hetzelfde krijgen. Dus als wij in Roermond of in Amsterdam of in Eindhoven blijven zoeken voor economische versterking, dan zullen we altijd hetgene krijgen wat we gekregen hebben. Dus we denken, we gaan het dus ergens anders zoeken. En zoals je ook in de begroting kunt zien, moeten wij volgend jaar uit mijn hoofd 1,8 miljoen extra reserveren, omdat wij meer bijstand, mensen de bijstand krijgen. Als ik één man of één vrouw uit de bijstandkanalen of uit de WW-kanalen, is dat al goedkoper voor de gemeente als de relatie die we opbouwen met op- en neerreizen met elkaar. Hè? Dus een bijstand, iemand kost 15.000 euro per jaar. Nou, dat kost de relatie de komende jaren die we gaan onderhouden niet. Dit zijn beelden van Hangzhou. Hier gaat het stadsbestuur dus regelmatig naartoe. China is een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Het land met de meeste miljonairs. En ze zijn reislustig. Kunnen we door onze relatie meer Chinese toeristen verwachten in Weert? Ja, u slaat de spijker op zijn kop. Dat is een van de belangrijke dingen die we met Yuhang afgesproken hebben. Dat is een verschil, moet ik misschien uitleggen, dat wij een zusterrelatie hebben met Hangzhou. Dat is een stad van zeg maar circa 10 miljoen inwoners. Maar dat wij verbonden zijn met de wijk Yuhang, en dat zijn 1 miljoen inwoners. Vergelijk het maar Weert en Stramphooi. Er zijn 1 miljoen inwoners en daar zijn wij direct aan gekoppeld. Met hun hebben wij dus de afspraken gemaakt. We hebben daar over de groenste regio gehad. En het eerste wat ze zeiden, ja inderdaad, in China is toerisme is booming business. En zij zien heel graag, zeker omdat we de groenste regio ter wereld geworden zijn, maar sowieso Weert, als uitvalsbasis voor toeristische arrangementen. En die moet dan ook Weert zien, dat werd ook wel beklemtoond. Ze zien Weert echt als een zusterstad. Dus alles ligt in Weert, zeggen ze dan bij wijze van spreken. Dus dan ligt de Efteling in Weert, dan ligt de outlet in Roermond ligt in Weert. Dan ligt Düsseldorf ligt in Weert, Aalsmeer, de Bloemenveiling ligt in Weert. Zo kijken zij er ook echt naar. En de uitvalsbasis is dan Weert. En die relatie die moeten we zeker oppakken. Er liggen ook kansen voor mensen hier in Weert met reisbureaus om daar echt iets mee te gaan doen. Toerisme is één ding, maar de handelsmissies zijn ontstaan uit economisch belang. De weg vrijmaken voor Weerter ondernemers in China en vice versa.
Want gemeentebesturen openen nu eenmaal deuren in China die voor elke willekeurige ondernemer gesloten blijven. Wat is volgens wethouder Van Eersel het belangrijkste resultaat van deze reis? Op 19 en 20 november de partijsecretaris, zeg maar de hoogste baas van Yuhang, want we hebben daar met een partij te maken en met burgemeesters, de partijen bepalen. Die komt daar weer toe met vijf mensen, dus met de director foreign affairs, buitenlandse zaken, met de lokale burgemeester en nog drie directeuren. En die komen echt met ons hier en weer te kijken wat voor hun mogelijkheden zijn. Dus concrete resultaten zijn er zeker geboekt. Ja. En in november worden de resultaten en mogelijkheden van de samenwerking met China door het college toegelicht aan de raad. Waar veel winkels sluiten en panden leeg komen te staan, klinken er ook positieve berichten. Dierenspeciaalzaak Faunaland in de Beekstraat is tijdelijk verhuisd en gaat zijn winkel flink verbouwen en vernieuwen. Viervoeters zijn enigszins in de war als ze door de Beekstraat wandelen. Waar ze eerst terecht konden voor hun voer en toebehoren, is nu een grote lege ruimte te zien. Faunaland gaat verbouwen. In de afgelopen 19 jaar zijn er vele aanpassingen geweest, maar nu was het tijd voor een rigoureuze verbouwing. Aldus eigenaar Paul Meeves. De winkel is gestript en er komen nieuwe stellingen, een nieuw plafond en een nieuwe vloer. Ook wordt de aquariumstelling uitgebreid met meer bakken met vissen. De complete winkel ondergaat een metamorfose en krijgt een volledig nieuwe uitstraling. Gedurende de verbouwing, die in totaal 2,5 week gaat duren, heeft Faunaland een ander onderkomen gevonden op de Beekstraat nummer 62, tegenover Sushi Tokyo. Waar eerst schilderijen hingen van Art Spectrum, is een tijdelijke Faunaland ingericht, zodat de klanten geen overlast ondervinden van de verbouwing. En de nieuwe winkel wordt feestelijk geopend op donderdag 6 november en dat gaat gepaard met een ludieke actie. De verbouwing en acties zijn te volgen op de Facebookpagina van Faunaland Paul Meeves. Ja, tot zover de journaalberichten. Dan is het nu tijd voor een nieuwe aflevering van Weet Iets Vlugtje. De Kop van Biest was 10 jaar geleden al lang in beeld voor bebouwing, maar de uitvoering liet steeds op zich wachten. Wonenweert had samen met Nieuwenborg Projectontwikkeling plannen uitgewerkt voor de bouw van 12 woningen. Architect André van de Goor had de tekeningen al gepresenteerd aan omwonenden tijdens een informatieavond in het stadhuis. Maar voordat de bouw kon starten, moest er eerst een sanering plaatsvinden. De grond was vervuild en het saneren van de Kop van Biest zou 80.000 euro kosten. De gemeente en Wonenweert draaiden met elk 40.000 euro samen op voor de kosten. Daarmee kwam de bebouwing van het braakliggend terrein een stukje dichterbij. De 12 stadsvilla's met de allure van Amsterdamse grachtenpanden werden mei 2007 opgeleverd. De woningen hebben een diepe achtertuin met een garage die via een aparte toegangsweg te bereiken is.